Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. En vandaag ben ik weer bij mijn opa en oma. Ik slaap hier namelijk voor 4 weken omdat ze vakantie zijn. En als je de andere 2 video's nog niet hebt gezien, kijk dan zeker hier even in het i'tje. Hier het i'tje. Ik neem jullie deze week weer mee. En dit wordt een hele leuke week omdat ik morgen jarig ben. Ik word morgen 16. En donderdag heb ik mijn afrijden voor mijn examen voor scooter. En zaterdag heb ik daarna nog een feest dat we hier geven. En die maandag ga ik op kamp en dat film ik dan niet. Maar ik probeer dus deze week nog helemaal te filmen voor jullie. En ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. En wat ik eigenlijk zo eerst ga doen, ik ben net terug van stage weer. En wat ik zo meteen eigenlijk wilde gaan doen is wat foto's maken. Met Nervion voor dat ik morgen op Instagram kan zetten. Want die had ik eigenlijk nog helemaal niet. Ik dacht misschien is dat wel leuk, vooral omdat je... Als ja, dat je 16 wordt, dat is toch best wel een speciale leeftijd. Omdat je in één keer mag scooter rijden en dat soort dingen. En met je auto rijbewijs beginnen en zo. Dus het leek me wel leuk om dan een soort van leuke foto bij te maken. Dat ga ik zo doen. Alleen alle paarden pitten zo ongeveer hier. En ik ga zo eerst even barbecuen. Want het is super lekker weer. En vanavond gaan we even foto maken. En ik wil eigenlijk Nerf ook nog even rijden. Dus dat ga ik ook nog doen. Vandaag 27 juni en dat betekent dat mijn verjaardag vandaag is. Ik ben vandaag 16 geworden en ik ben net trouwens ook terug van stage, want ik heb wel stage gehad vandaag. Gelukkig maar tot 12 uur, dus dat scheelde weer. En Senna staat hier achter mij en Nervje ook. En we gaan zo meteen nog wat taart eten en vanavond gaan we uit eten bij een soort van wokrestaurant. En morgen heb ik mijn scooter examen, daar ben ik heel zenuwachtig voor. Als het goed is mag ik dan binnenkort lekker gaan rijden met mijn scooter en ja, daar heb ik echt heel veel zin in. En zaterdag gaan we dus een heel groot feestje, dat had ik al eerder verteld in deze video. Oh, Senna! Auw! Ik heb er echt super veel zin in en ik ga nu nog eventjes een foto met Nerf maken, want dat is gisteren niet meer allemaal gelukt. En daarna ga ik hem even op de computer bewerken en dan ga ik hem even op Instagram zetten. Het is vandaag 30 juni en ik heb al ongeveer 2 dagen niet gefilmd. Maar ik ga even jullie een beetje bijpraten. Want gisteren had ik mijn examen voor mijn scooter. Ik ben al ongeveer een half jaar bezig om mijn scooterexamen te gaan halen. Ik had over een paar weken, nee een maand geleden was dat, had ik mijn theorie-examen gehaald. En ik had dus gisteren mijn scooter te praktijkexamen. En ik had eerst dan nog ongeveer 4, 5 uur les. En daarna had ik meteen mijn examen. En ik ben gelukkig geslaagd, dus daar ben ik echt heel blij mee. En het jammer er alleen aan is dat ik mijn rijbewijs pas over 3 weken ongeveer kan ophalen. Omdat ik dus maandag op kamp ga. En pas die week erop eerst kan aanvragen. En dan die week daarna kan ik hem pas ophalen. Dus dat is best wel naar. Dat ik dus echt nog 3 weken moet wachten. Hij staat hier al wel, omdat er dus vanavond is er dus een feest voor nog voor mijn verjaardag. En er komen allemaal familie, vrienden, mijn vrienden en zo. Dus dat wordt heel gezellig. En mijn stem is wel een beetje dood. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik heb wel stage gehad bij een kleuters, dus misschien ligt het daaraan. Ik weet het niet. Maar ik ga dus nu even zo naar Nerf. Ik weet niet of ik ga rijden, want het is nu echt warm. Maar ik moet sowieso even het zwembad nog even opnieuw water in doen. En ik wil jullie nog even mijn scooter laten zien. Want ik heb hem dus gisteren wel zelf naar huis gereden. Want ik was dus gisteren even bij mijn eigen huis. En toen zijn we dus naar het huis van mijn opa en oma, waar Nerf en zo staat, gereden. En toen mocht ik hem voor de 1 keer helemaal alleen rijden. Dus dat was heel erg leuk. Officieel mag het eigenlijk nog niet. Maar voor de 1 keer mocht ik het wel eventjes. Dus ik ga hem jullie laten zien. Nou jongens, dit is mijn scooter. En hij staat nu even in een overdekte plaats. Het is een Piaggio Fly. En hij is
ja, hij is wit. En hij heeft een soort van scherm. En ja, zo ziet hij er van deze kant uit. En hierin zit nog een soort van kofferbak. Ik weet niet echt hoe je dat noemt. Daar kan je allemaal spullen in doen. Dus ik ben hier super blij mee. Dus hier ga ik lekker binnenkort lekker mee rijden.